de a eerste, a eerste bewijs dat die ABOP naar ook te ondersteunen van de liberalisatie, gaan we meer met 100.000 plus en dan zeker we halen 100.000 plus naar de liberalisatie. Ja? Zullen van Suriname met wacht toe erbij. 28 september, dus de zaterdag aanstaande, Aka Stadion. En al de liberalisatie vindt ook dit op het podium, contact naar ons. En daar gaan we die. We kiezen een boodschap voor daarbij, een duidelijk boodschap wat we gaan doen. Te overwinnen als strategie, wat wij gaan doen, dat we ook de voor lekker volop uit ook doen. Dankjewel. Oké. En dan gaan we naar door. We gaan nu dan over tot die ondertekening van de samenwerking overeenkomst. Kapitein, ja. Je ondersteunt jou doen. U dan net aangegeven dat u als een groep een ontevreden NDP is met een groep van 11%. Maar we hebben dan net van meneer Amakalu begrepen dat het een groep is met vanuit verschillende partijen. Klopt dat? Ja. En om hoeveel mensen gaat dat? Kijk, om eerlijk te zijn, deze sterkte is meer dan 40.000. Okay. Ik ga niet meer uitweiden van hoeveel mensen we hebben. Het resultaat gaat pas na 25 mei 25. En zaterdag aanstaande gaat u al dan de sterkte van onze groep zien op Aka Stadion. En dat niet alleen, in de maand oktober gaan wij dan wij alleen een massa meeting organiseren in Komowena. Want daar heb ik de mensen die achter mij staan van Marowena en Komowena. Maar ik ga jullie nog op de hoogte stellen. Oké, dus als ik het goed begrijp, van de groep ontevreden NDP's, dat is 11.000. En de groep van de rest van de partijen, dat is dan samen bijna 30.000. Ja, dat is goed. Oké, en kunt u aangeven van welke partijen? Nou, het gaat om PL's, ontevreden, AVB's, noem maar op. Maar we willen geen namen noemen van partijen, maar ze hebben ons al aangegeven om mij te ondersteunen vanwege mijn groep die in het veld werkt. We zijn ook een sociaal groep die altijd in het veld gaat om de arme mensen te helpen. Oké, meneer Joya, wanneer we praten over ontevredenheid en NDP, is het waar omdat eigenlijk jullie achter Abraham stonden en nu meneer mevrouw Simons daar is, dat het eigenlijk niet zo gaat hoe jullie willen? Nou, we kunnen dat niet dingen. Althans, ik als onderhandelaar heb een discipline. En mijn discipline ga ik nooit kenbaar stellen achter wie ik sta. Maar het is zo ver gekomen dat ik mijn stap heb genomen. Ik moet mijn jongens, ik moet mijn mensen die achter me staan gaan vertegenwoordigen. En ik kan niet vertegenwoordigen wanneer we de kansen niet krijgen. Dat is mijn idee. Ik heb het net ook wel gevraagd, maar we zien plotseling een persconferentie precies niet lang na dat meneer Mizikaba groot is onthaald bij de NDP. Heeft dat enige betrekking, verband? Nou, echt niet hoor. Ik laat het gewoon aan de partij over, wat ze brengen, wat ze binnenbrengen. Ik ben nog steeds iemand die nooit kijkt naar anderen. Ja, ik vecht voor mijn mensen die achter mij staan. Oké, er is aangegeven, is officieel de NDP op de hoogte gesteld dat die andere partijen niet meer met ze gaan samenwerken? Of is dit een moment waar ze het te horen krijgen? Nee, is niet waar. De brieven waren op tijd weggestuurd. En wanneer? Dat was van de week. Ik had het vrijdag moeten indienen. Ik had het via de deurwaarder gedaan. Ik heb toch dat niet gedaan. Weet je waarom? Als je van een partij houdt, dan blijf je van de partij houden. Maar uiteindelijk heb ik toch
moeten besluiten. Want vanwege de situatie van de andere partijen heb ik het afgedaan. Dus uw hart is wel nog bij de NDP? Nog steeds. Mijn voorzitter is nog steeds mogelijk. Ja. Dat weet je waar ik eigenlijk sta. Oké. Okay. Want u bent nog ingeschreven, u bent nog lid. Of bent u nog lid van de NDP? Laten we eerlijk zijn. In de constellatie van leden zegt de statuut over leden. Maar als je geen contributie betaalt, ben je geen lid. Ben je sympathisant. Dat ben ik nog steeds sympathisant. U bent ook geen hoofdbestuurslid. Nee, dat heb ik al. Kan u eerlijk zijn? Als je niet meer voelt, moet je geen dingen hebben van de dus dat heb ik gedaan als hoofdbestuurslid. En ik wil geen leiding geven aan iets die niet meer van me wil. Ja, dat heb ik normaal gedaan. Oké. Ontevredenheid binnen de NDP, dat laat ik over aan de heer Joel. Mijn gedeelte is dat wij dan andere groeperingen ook in deze actiegroep hebben, die dan een beter soort namen willen hebben. En hoe doe je dat? Door te gaan bundelen. En bij het bundelen moet je dan kijken van hoe je dan al die doelen die je dan voor streeft, in welke partij je dat kan doen, of in welke samenwerkingsverband. En die hebben we gevonden binnen deze samenwerkingsverband. Dus dat hoor ik nog even als verrassing, maar dat gaat u zien zaterdag aanstaande 28 september, wanneer wij dan met onze groep naar een vraagje. Het is heel opvallend dat nadat meneer Misikaba Groot is onthaald bij de NDP, dat plotseling we ook nu weer verrast worden met zo'n persconferentie. Is er enige verband daartussen? Nee, helemaal niet. We waren al een hele poos bezig. We hebben elkaar kunnen vinden. En zo hebben we dan nu het zo gepresenteerd, de samenwerking. De heer Brunswijk is de enige leider op dit moment. Waarbij ik dan heb besloten, samen met de groep, dat wij dan een bestuur moeten vormen. Ik ben dan teruggekomen als voorzitter, als politieke leider. En we hebben dan ook overig bestuur die dan 28 september gepresenteerd zal worden. Oké, dus het zijn meerdere partijen? Geen partijen, zijn groeperingen, omdat wij geen politieke partij zijn. Oké, maar jullie zijn in verband van verschillende politieke partijen? Dat is waar. En op Facebook en overal. U zult het merken wanneer we dan 28 mei, 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 28 mei,